En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en de nacht zijn er ook enkele buien te verwachten, voornamelijk in het zuidelijke en noordwestelijk deel van Suriname. Tegen het einde van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen, gedurende de dag, kunnen we in het kustgebied plaatselijke, kortdurende en lichte buien verwachten. In het binnenland van Suriname zijn deze buien intenser en gaan soms gepaard met onweer. Windstoten zijn niet uitgesloten. Het weer is redelijk mistig. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat langs de kust het af en toe winderig kan zijn, met 45 tot 55 kans op enkele windstoten.